Dank je, Jos. Ik begin in ieder geval maar aan te haken bij wat Jos net zei. Ik vind het ontzettend leuk om met mensen uit het veld gewoon de discussie over hoe het echt is aan de gang te gaan. Ik vond het begin van de inleiding, aan het begin van deze dag ook heel interessant. Maar daar miste ik ook wel, vooral van de autoriteit zelf, wel het geluid van ja, hoe gaan we nou om met de bedrijven en instellingen die vandaag de dag met dit probleem proberen om te gaan en zich best de relevantie daarvan kennen. Alleen gewoon duidelijker willen weten, hoe moet je het nou goed doen? Val me dus vooral ook in de reden en kom met vragen en ik zal proberen om die te beantwoorden en als ik het antwoord niet weet, dan zal ik het ook zeggen. Ik ben advocaat bij Baker & McKenzie. Dat is geloof ik het grootste kantoor of het ene grootste kantoor van de wereld. Dus wij werken vooral heel veel voor bedrijven die, voor multinationals die in verschillende werelddelen zitten en vaak ook door hun omvang enorm compliance gedreven zijn. Dat is voor mij wel een voordeel, want dan praat ik wat vaker met bedrijven die echt wel doorhebben dat dit een dingetje is waar we wat mee moeten. Maar nog steeds gaat het niet zo hard als ik vroeger had verwacht. Ik ben een jaar of 15 geleden ben ik als advocaat bij een klein kantoor wat alleen maar met IT-bedrijven zaken deed eigenlijk. Ben ik voor het eerst met die wet persoonsregistraties in aanraking gekomen. Dat is nog wel iets langer geleden. En privacyrecht was sowieso een beetje het kwam in het rommel- en rotzooipraktijkbakje terecht van het had iets met computers te maken, mijn eigen kantoorgenoten wilden er niks van weten. Probeer er maar een oplossing voor te vinden. En ja, ik ben daar steeds meer mee bezig gaan houden, ook toen echte data-driven businesses steeds belangrijker werden. Maar nog steeds is daar jaren van mijn carrière op dit punt geweest dat ik met bedrijven kon praten en grote problemen kon zien of te horen kregen wat ze deden en als ik dan de risico's en de juridische kant ging schetsen, dan werd het eerst een tijdje stil en dan vroegen ze, ja, en als we dat dan nog niet doen, wat gebeurt er dan? En dan zei ik, ja, in theorie kan je een boete krijgen van €4.500 en pakkans is kleiner dan 1% en dan was het stil en dan zei ze dankjewel voor je tijd en dan hoorde ik nooit meer wat van. Dus er zijn veel meer informatiemanagers die veel actiever bezig zijn met dit probleem dan juristen. Zelfs als ze een keer wakker zijn geschud van mijn eigen beroepsgroep, de advocatuur, heb ik me enorm over verbaasd dat toen die DigiNotar-affaire in de krant kwam en de minister in de Kamer moest komen uitleggen dat hij op zijn knietjes naar Microsoft moest om te kijken of we de overheidsdienst alsjeblieft nog online konden houden. Omdat ze toch wel een beetje een probleempje hadden en dat er gewoon echt hele ernstige mensenrechten en schendingen mogelijk waren geweest door die hack. Dacht ik van nou, nu zal het toch wel eens een keer, dat was gewoon door notarissen opgezet, dan zal het toch in onze beroepsgroep wel eens een keer gaan spelen. Maar ook daar zitten we ergens aan het begin van die hockeystick curve omhoog. Maar het feit dat dit volle zalen trekt en dat we hier daarnet ook over de maatschappelijke kant aan het praten waren, dat ik hier met jullie over dit punt mag hebben, is wel een teken dat we duidelijk in die voorfase zitten. Ik probeer dus de link te leggen tussen het privacyrecht en de informatieveiliging, de data security. Je hoort het al een beetje van Thomasen, die ook al aangaf van nou, we hebben een aantal instrumenten in de wereld om te proberen die awareness wat op te hogen. En ja, nou ja, een van de dingen, ik had het net al over die sancties die we tot nu toe hadden, dus zeg maar 2004 en daarvoor. Ik heb het zomaar even geplot. Die waardes die zijn gewoon verzonnen, maar als je gewoon kijkt naar, ja, ik had vroeger gezegd van ja, je hebt nog, als je een groot probleem hebt, zoals een incident, een datalek, dan kan je zeggen van ja, wat is dan je impact? Dan heb je ja, een naam misschien in de krant en dat kan best heel pijnlijk zijn. Maar het is heel moeilijk om daar een prijskaartje aan te hangen. En je hebt kosten die je moet maken. Een crisiscentrumje hebben en je moet misschien wat 2 jaar kosten maken en mensen bellen en experts inhuren, advocaten en forensische accountants en dat soort dingen.
En dan heb je misschien dus nog wat boetes. Nou, er is een behoorlijke stap gemaakt met de ophoging van de boetes per 1 januari van 4.500 naar 820.000 euro. We hebben niet vaak gezien dat als de snelheidsboetes ineens van 300 euro naar 50.000 zou gaan, dan zou dat waarschijnlijk wel wat meer voer voor de krant zijn. Dus het is best, op zich best spectaculair. En straks, onder de nieuwe verordening, wordt dat alleen maar die dreiging, die van de impact, wordt veel groter. Ik zeg nog niks over de kans. We weten niet hoe dat precies gaat gebeuren, maar in ieder geval trekt dit de grote krantenkoppen. En ja, dus tractie zie ik in ieder geval wel. Even kijken. Een van de basale dingen, een van de hoekstenen van de beveiliging van persoonsgegevens, puur het privacyrecht, is al degelijk je information security. Er is al veel meer aan het privacy, want ja, als je bijvoorbeeld erover hebt van je kunt heel goed je houden aan afgesproken autorisatieniveaus en profielen, maar als die vervolgens eigenlijk, als je niet kan uitleggen waarom je die zo hebt gedaan, dan heb je nog steeds een privacy probleem. En de informatie security mensen kunnen niet per se altijd het doel in een eentje stellen van de gegevensverwerking, want uiteindelijk is het vaak de business die die doelen moet bepalen. Dat die information security al relevant was, dat is voor mij wel duidelijk. En daar hebben we daarnet autoriteit persoonsgegevens wel wat minder over gehoord. Maar ja, het domein van de informatiebeveiliging is in de woorden van dezelfde autoriteit als we net hoorden, is eigenlijk nu al de belangrijkste link tussen die abstracte juridische norm van je zult maar zorgen dat je behoorlijk met je gegevens omgaat als bedrijf. Je moet passende organisatorische en technische maatregelen treffen. En een discipline als information security die dat in standaarden en controls uitwerkt en daar probeert handen en voeten aan te geven. En het is voor juristen ontzettend eng om die stap te maken. In 2013, nou, de meeste van jullie zullen het weten, heeft het College Bescherming Persoonsgegevens, nu de Autoriteit Persoonsgegevens, een poging gedaan om vanuit een tamelijk juridisch blikveld aan te geven dat dit echt wel de weg is om die norm in te vullen. Dat heeft heel even in juridische kring wel wat stof doen opwaaien, maar echt heel veel is er daarna ook weer niet aan gerefereerd. Maar we kunnen wel kijken van, nou ja, in de huidige situatie, zoals de wet nu in elkaar zit en zoals die door de autoriteiten wordt ingevuld, is je informatiebeveiliging is gewoon al een heel belangrijk deel van de oplossing naar privacy compliance. En dan hebben we dus die nieuwe verordening waar we mee zitten en allemaal mee te maken krijgen en die nog best heel veel blind spots heeft, maar er staat ook wel is de contouren van wat er allemaal gaat veranderen staan wel degelijk vast. Nou ja, bij mij in kantoor zijn we bij elkaar gezeten om te kijken van nou wat vinden wij nou eigenlijk de allergrootste game changers, wat gaat er nou eigenlijk ten opzichte van de huidige praktijk zometeen vanaf mei 2018 veranderen? En dan kan je eigenlijk zien dat in tenminste 3 van die 13 die we hebben benoemd, zie je echt heel nadrukkelijk informatiebeveiliging als onderdeel terug. Dat begint bij de data breach en data security. Nou, we hebben het net al over het Nederlandse model van de meldplicht datalek gehad. We krijgen dat concept dan gelukkig door heel Europa. Het is voor mensen, voor mensen uit de inhoud, is het nog steeds wel een beetje frustrerend dat die meldplicht eigenlijk voornamelijk voor symbolische doeleinden wordt ingezet, terwijl het een fantastisch beginpunt zou zijn om te kijken van ja, kunnen we ook met die informatie uit de meldingen echt wat gaan doen om de wereld veiliger te maken.
Want wat wordt er tot nu toe gedaan in Nederland? Die bijna 4000 meldingen, die worden eigenlijk voornamelijk in een bakje gedaan. En daar wordt een rapport over geschreven hoeveel meldingen er zijn gedaan en in welke sector die meldingen plaatsvinden. En om een beetje de CBS-achtige statistieken te kunnen uitspuwen over hoe goed of slecht het gaat met de wereld. Maar ik heb al met een groep mensen in 2012, toen die wet in de maak was, ben ik met een clubje mensen uit het veld gaan zitten. Van nou, wat vinden we daar nou eigenlijk van? En het was heel opvallend dat er, het waren mensen van instellingen, van overheidsinstellingen, van vliegtuigmaatschappijen, van grote commerciële bedrijven. En eigenlijk was iedereen het erover eens. Ze zeiden, nou, we vinden dat prima. We willen best die melding hebben. Maar wat staat er voor ons als bedrijfsleven of als instelling, wat staat er tegenover? En toen hebben we ook de parallel getrokken naar de antivirus-scanners, de antivirusprogramma's die juist ook continu een grote userbase willen hebben en zoveel mogelijk meldingen van verdachte situaties terug willen hebben om die dan te gaan analyseren en vervolgens daar weer oplossingen voor te kunnen bedenken voor de nieuw gevonden virussen en die weer te kunnen distribueren. En dan heb je er als community heb je er ook direct wat aan. Maar wat je nu daarin vooral ziet is dat je, als ik het nu vandaag goed begrepen heb, dat het melden van een datalek vooral een groot risico oplevert dat er iemand achter je aan gaat zitten die je misschien met een grote stok kan slaan. Dus we zien in de praktijk dat het nog best wel wat problemen oplevert. Ik ben met de huidige datalekken en meldplicht ook veelvuldig bezig, omdat internationale bedrijven vaak met hun handen in het haar zitten over hoe ze daar nou mee om moeten gaan. Want ja, ze hebben iets aan de hand, ze weten niet precies of er in Nederlandse data ook effecten zijn. Ze hebben vaak een toezichthouder voor de privacy in verschillende landen, want ze hebben BVW's en LTD's en GmbH's in verschillende Europese landen. Maar daarnaast hebben ze bijvoorbeeld ook nog een toezichthouder omdat ze in de telecom zitten of in de financiële wereld zitten of dat ze in de medische wereld zitten. En al die verschillende toezichthouders die hebben hun eigen regels en hun eigen policies en tactieken. Ja, een van de dingen die wij dan ook vaak doen is proberen het landschap te verkennen in meerdere landen om te kijken van ja, hoe gaat men hierop reageren? Want het is een beetje gek als je in Nederland naar buiten gaat, naar je toezichthouder en we gaan meneer Thomas vertellen dat we een datalek hebben hier en we doen dat niet vervolgens ook aan de Belgische en de Ierse en de Engelse toezichthouder. Op hetzelfde moment, want als er later dan vervolgens wel iets uitkomt, dan heb je wel ineens iets uit te leggen. En als je dan ook nog door een partij als de ACM in de belangstelling staat, of dat de Nederlandse bank misschien wel een appeltje met je te schillen heeft, of dat er in België een geschilletje loopt omdat de vakbonden daar ergens in hebben zich mee hebben bemoeid, dan maakt dat voor het bedrijfsleven het leven echt best wel heel erg ingewikkeld. Een andere gamechanger die echt ook voor de informatiebeveiliging een grote impact gaat hebben, is dat de bewerker, in het nieuwe jargon de verwerker, veel meer zelfstandige exposure krijgt, want hij wordt gewoon veel actiever verantwoordelijk gemaakt in de nieuwe wetgeving voor een aantal onderdelen van de beveiliging. En tot nu toe is het altijd zo geweest dat heel veel kennis zat juist bij de dienstverleners, bij de IT-outsourcers, bij de dataverrijkers, bij de telecommers, bij de bedrijven die slimme oplossingen verzinnen. En die hebben vaak vanuit hun inhoudelijke expertise ze hebben een belang om iedere informatie goed beveiligd te houden. Want dat is een selling point. Als je een datacenter opereert, dan ga je helemaal niet nadenken over je information security, omdat je zo bezig bent met die privacy aspecten. Maar je hebt gewoon je klanten uit te leggen dat alles wat daar bij jou staat, dat vertrouwd is en dat daar goed op gepast zal worden. Omdat je anders gewoon een slecht businessmodel hebt. En dan krijg je geen klanten of ze lopen bij je weg.
En ja, dan kan je toevallig dat hele instrumentarium kun je ook goed inzetten voor het beveiligen van persoonsgegevens. Want ja, persoonsgegevens zijn natuurlijk een subset van alle van informatie als categorie in zijn geheel. Ik zal even kijken of die hierbij heb. Dus die bewerker, die heeft heel lang kunnen zeggen van ja, ik heb mijn eigen infosoc heb ik geregeld en ik heb een certificering of ik heb het geregeld zoals ik heb gedaan. Maar uiteindelijk, beste klant, ben jij verantwoordelijk voor het voldoen aan de normen van de wet bescherming persoonsgegevens en de andere wetten in Europa onder dezelfde regels. Want ja, ik kan dat niet eens. Dit primaat van de bewerkersrelatie is dat het juist de controller is, de voor de verwerkingen verantwoordelijke partij, dat hij moet bepalen wat er moet worden gebeuren. Hij moet bepalen welke gegevens verwerkt mogen worden, waar ze naartoe mogen, wanneer ze gewist moet worden. Het kan natuurlijk in het beginsel niet zo zijn dat degene die voor de IT-dienstverlening wordt ingeschakeld, dat die ineens aan die knoppen gaat zitten draaien. Sterker nog, het zijn vaak mensen zoals ik, die dan ook gaan adviseren aan bedrijven, ja, daar moet je enorm mee oppassen. Want op een gegeven moment was Swift als partij, non-for-profit partij opgericht voor de bancaire sector om het internationaal betalingsverkeer wat makkelijker te maken. En die werkte dus in feite voor de banken en die waren volledig instrumenteel. Dat was hun missie en dat was hun beleid. Maar zij besloten op een zeker moment wel zelf om een redundant configuratie op te bouwen met servers in Brussel en in New York. En vervolgens besloten ze ook zelf om gehoor te geven aan subpoena's, een soort gerechtelijke bevelen van de Amerikaanse autoriteiten om bepaalde gegevens op die servers vrij te gaan geven. Ja, terwijl zij eigenlijk dienstverlener waren, traden zij daarmee in het domein van eigenlijk de verantwoordelijke partij. Zijn de toezichthouders gaan kijken en hebben gezegd van ja, je kunt opschrijven op papier wat je wil, maar jij bent nu gewoon met die banken samen, ben je gewoon zelf verantwoordelijk en ben je ook zelf ook daarmee al kwetsbaar. Heb je te voldoen aan de wet en heb je nu net gedemonstreerd dat je dat niet hebt gedaan? Nou, dat wordt nu nog veel duidelijker, want 90% van de bedrijven hebben dus in de dienstverlening ook gekozen voor de filosofie van klant. Jij moet maar zeggen wat ik allemaal moet doen met die persoonsgegevens. En dat gaat straks niet meer. Want uiteindelijk is die verplichting om aan die beveiliging te voldoen, gaat ook op die verwerker rusten. En dat betekent dat als hij zich niet aan die verplichting heeft gehouden, als ergens, nou ja, neem de DigiNotar situatie waar het tamelijk duidelijk was dat het hele systeem echt onder maat was bijgehouden en beveiligd. Ja, daar is in feite kunnen meerdere partijen die zich daarmee bezighouden, kunnen dan in de problemen raken en ook daadwerkelijk exposed worden aan die boetes. Een ander bijzonder heftig regeltje van de nieuwe verordening voor personen, bedrijven in een bewerkersrelatie is dat je heel duidelijk in je contracten moet hebben of je derden mag inschakelen. Nou, in de hele keten van alles wat met internet en clouddiensten te maken heeft, die hangt aan elkaar van verschillende dienstverleners, subcontractors, subcontractors, die stukjes van het proces doen. En dat betekent dat je ofwel expliciet of in ieder geval in algemene zin een regeling met je klant moet hebben afgesproken dat die toestaat dat jij als leverancier allemaal subcontractor inschakelt. Volgens de huidige meldplicht datalekken is het toch zo dat de verantwoordelijke die moet zorgen dat de tijden van... Volgens de huidige wet meldplicht datalekken is het toch zo dat de verantwoordelijke moet zorgen met zijn bewerker dat de tijdig wordt gemeld. Er zijn verschillende, ik kom er straks ook nog even op terug. Ja. Ga je nou zeggen, maar dat wordt anders in de toekomst met die vordering, dat ook de bewerker een primaire verantwoordelijkheid krijgt?
Nou, dat is een klein beetje anders. Dus, ik ben geen jurist, hè? Nee, ja, maar je hoeft geen jurist te zijn om dit soort regeltjes te kunnen lezen. En heel veel juristen die kunnen ook niks meer dan vertellen wat er in die verordening nu op dit moment staat. Omdat er eigenlijk niemand met echt gezag is die kan vertellen wat het nou betekent. Dus er zijn een heleboel knappe koppen die zeggen dat ze denken dat ze weten wat daarmee bedoeld wordt. Maar uiteindelijk heb ik nog niemand gevonden die daar een garantie op durft af te geven. En ik geef ook mijn mening. Maar dit is wel, het is een heel goed punt. Kijk, je mag als, ik vind het niet appropriate en ik denk dat het ook niet rechtmatig is om als bewerker een lek te gaan melden aan de autoriteit. Want je hebt niks met hem te maken. Je hebt een klant. En daar moet je het aan melden. Ja, daar moet je het aan melden. Je weet dat de wet zegt, tot nu toe zegt, de Nederlandse wet zegt, ja, verantwoordelijke partij, jij zult aan de toezichthouder melden als je een datalek hebt. Dat veronderstelt dat de toezichthouder dat wel weet. Dat de klant dat wel weet. Ik adviseer mijn cliënten ook altijd om in die schriftelijke afspraken heel duidelijk vast te leggen. Zodra jij erachter komt, beste leverancier, dat in jouw domein iets misgaat en het heeft mogelijk impact op mijn data, dan wil ik A, dat je het mij onmiddellijk vertelt en B, wil ik dat je het aan niemand anders vertelt. Want ik wil degene zijn die uiteindelijk naar de toezichthouder gaat en ik wil degene zijn die dat bepaalt. Dat is in multi-tenant omgevingen nog best wel eens een keer een beetje lastig. Want als je een leuk centraal systeempje hebt bedacht om autoverhuur makkelijk te maken of reclamecampagnes of folders te verspreiden of om bepaalde enquêtes te kunnen houden. Er zijn duizenden van die slimme oplossingen die eigenlijk heel veel dezelfde gebruikers hebben die allemaal eigenlijk in een verantwoordelijke relatie zitten. Ja, ik heb me wel eens afgevraagd hoe gaat het gecommuniceerd wordt, dan kan het best zijn dat de 100 gebruikers eigenlijk allemaal zelf de beslissing moet maken. Ga je naar de autoriteit persoonsgegevens, ga je dat melden of ga je dat niet melden? En ik zou het ook zorgvuldig vinden als je dan als dienstverlener vervolgens dan ook aan iedereen tegelijk dat gaat coördineren. Dus daar komt ook meteen een commercieel of een soort zorgplicht dingetje bij. Ja, je moet daarover na hebben gedacht. Eigenlijk moet je er met je klant over gepraat hebben. Want als je nu naar 20 verschillende bedrijven gaat en zegt, oh ja, de database heeft opengestaan. We weten niet precies wat er is gebeurd, maar in potentie kan iedereen alles gezien hebben. We hebben alleen geen flauw idee of het daadwerkelijk gebeurd is. Ja, de ene klant zal zeggen, oh, we gaan meteen melden. Want wij hebben net de autoriteit persoonsgegevens op bezoek gehad. Of we zitten in de zorgsector, dus we zitten op een van de speerpunten. Terwijl die andere zegt, ja, ik ga dat echt niet melden. Want dan weet ik veel wat voor doos van Pandora ik opentrek. Maar zijn verhaal wordt wel ineens heel anders als die andere gebruiker al actief naartoe is gestapt en heeft gezegd, ja, het is puntje hosting in Barendrecht heeft dat gedaan of zo. Ja, dan wordt de kans ineens een stuk groter dat een van die 30 medewerkers van Wilbert Thomas uiteindelijk toch gaat uitzoeken wie nog meer klant zijn van dat bedrijf en dan een concrete aanwijzing hebt dat je je mond hebt gehouden. Dus daar zit een hoop complexiteit in. Dat de macht die zo'n multi-tenant aanbieder heeft, hem eigenlijk maakt tot een verantwoordelijke. Ja, dat zijn in ieder geval discussies die sneller gevoerd gaan worden. Ik vind dat, kijk, uiteindelijk hangt het heel erg van de feiten af. Ik gaf dat voorbeeld van Zwift, omdat dat door de toezichthouders ook gebruikt is in hun opinies. Maar ja, uiteindelijk gaat het erom wie draait er aan de knoppen. En je hebt daar best een goed punt, dat op het moment dat je een dienst dermate commoditized, dat je eigenlijk als aanbieder gewoon alle parameters van hoe er met gegevens wordt omgegaan hoe ze beveiligd worden en of ze wel of niet gewist kunnen worden bijvoorbeeld, ja, dat je daarmee eigenlijk als leverancier ook verantwoordelijkheid naar je toe trekt, assimileert en dus ook in ieder geval als medeverantwoordelijke wordt gezien. Nou denk ik dus dat die hele discussie iets minder spannend wordt in de toekomst, omdat tot nu toe was het tamelijk zwart-wit en fijn voer voor advocaten om te zeggen, ja, als ik maar gewoon kan zorgen dat ik niet die verantwoordelijke ben, dan kan ik ook nooit een boete krijgen. En dat gaat eraf. Dus uiteindelijk gaat het om de beveiliging, gaat het om het beslissen
om door te geven aan ontvangers buiten de Europese Unie. Dat zijn allemaal beslissingen waar je niet alleen als data owner en als controller, als verantwoordelijke partij op te letten hebt, maar ook als IT-dienstverlener. Dus dat is eigenlijk, dat is een van die, dat is eigenlijk het tweede punt waarin je dat heel nadrukkelijk zag. En het derde punt is eigenlijk het grote vliegwiel, dus het laatste punt, die accountability. Dat is eigenlijk, ja, daar wordt leuk over geroepen, maar het belangrijkste is dat we gewoon hebben bedacht in Europa, we gaan er gewoon een giga boete gaan we introduceren. We vertellen voorlopig nog even niet hoe dat in de praktijk gaat uitpakken, maar we hebben er in ieder geval het voordeel van dat we nu eindelijk dit onderwerp op de tafel hebben op boardroom level. Dat is in ieder geval ook wel gebeurd. Ik voorspel hier zelf over, kijk, het is in ieder geval goed, want het creëert meer awareness. Of het nou echt een efficiënt middel is, dat durf ik te betwijfelen, maar het is wel effectief, want er gebeurt wat. Ik denk zelf dat het ook nog meer neveneffecten heeft, want omdat er nu serieuze boetes gaan komen, wordt het ook de moeite waard om die toezichthouder eens een keertje flink tegen te spreken. Want ik heb vaak genoeg gehad dat er cliënten bij mij kwamen en dat ik zei, ja, ik vind die redenering eng, vind ik absoluut niet, die gaat volgens mij geen stand houden. Maar ja, dan had ik dat uitgelegd en dan kreeg ik later door, ja, we snappen wel. Ik bedoel, dank voor jouw technische juridische analyse, maar je denkt toch niet dat wij nu een keer hier een procedure over gaan hebben en weten dat we straks op de website van het CWP of in de krant komen te staan, want het trekt alleen maar weer aandacht aan een issue. Dus dat gaan we niet doen. En daardoor heb je dus ook een soort praktijk gekregen dat er heel veel gefilosofeerd wordt over privacy compliance, maar dat er heel weinig echt goed getest wordt wat er wel en niet mag. En als we de tweede spreker van vanochtend, van het begin van de middag, ja, die gaat gewoon lekker procederen over zijn snelheidscontroles en die neemt gewoon de proef op de som. Maar heel veel bedrijven, als ze eens een keer door de toezichthouder op de korrel werden genomen, die laten dat vaak gewoon, die geven zich over eigenlijk. En die gaan toch maar proberen om mee te buigen, omdat ze zich eigenlijk de publicitaire druk niet kunnen veroorloven. Nou, met dat er ineens een boete van, nou laten we niet zeggen 10 miljoen, maar van een paar ton boven je hoofd hangt, dan weet ik uit mijn eigen praktijk dat er dan heel anders wordt nagedacht. En dan wordt het wel de moeite waard om daar eens een keer een stevige discussie met je toezicht over te gaan houden en over te gaan procederen. Dus het geeft onzekerheid, maar misschien brengt het de dialoog over wat er nou eigenlijk wel en niet klopt van die regels wel weer op een hoger plan. Ik denk dat het een heel goede zaak zou zijn om meer van dit soort theorietjes door de rechter te laten toetsen, want toezichthouders zitten er ook best wel eens een keer naast. Dus tot zover in ieder geval de positie van, als ik me inleef in de positie van de mensen die zich bezighouden in een bedrijf voor informatiebeveiliging, dan is juist dit is een belangrijk onderdeel, dat je niet alleen maar zegt van ja, het is belangrijk voor onze concurrentiepositie als je leverancier bent, of het is belangrijk voor onze reputatie, maar uiteindelijk ben je als dienstverlener straks ook gewoon wel ben je exposed aan die boetes en loop je dus eigenlijk een risico als jouw klant het slecht doen en jij hebt niet opgelet, dan ben je zelf ook in de problemen. Een punt wat een beetje aan jouw vraag nog gerelateerd is wel ook, eergisteren was ik bij een bedrijf die hele knappe business intelligence software maakt en daar had ik een vergelijkbaar gesprek met het team daar. Zei van ja, weet je, als jullie nu jullie suite gaan uitrollen en jullie gaan als leverancier en je hebt een klant zoals ik ze ook zo vaak heb, die echt niet precies weet en die zegt, doe maar alles gewoon zoveel mogelijk, zo verstandig als het is. En je gaat heel veel default zelf zitten invullen en je gaat bijvoorbeeld zelf je autorisatiemanagement vinkjes zetten of rollen invullen op basis van wat je hebt gehoord en dat soort dingen, dan
loop je daarmee wel een verhoogd risico. Omdat je inhoudelijke verantwoordelijkheid neemt voor zaken die met het systeem te maken hebben. En dan kom je wel aan het concept van privacy by design. Ja, systemen behoren vanaf het begin, behoren systemen onder de nieuwe regels. Bij de aanleg moet er al na worden gedacht over de privacy implicaties. Over zaken als, kun je dataminimalisatie doen? Kun je data uit systemen trekken op het moment dat partijen zeggen dat ze niet meer willen dat hun systemen worden bereikt? Maar als je daar als leverancier niet goed op let en je gaat te veel in het domein van je klant zitten, je gaat te veel zitten invullen, dan neem je er zelf dus ook verantwoordelijkheid voor. En als het dan niet klopt, dan heb je een grotere kans dat je ofwel rechtstreeks, ofwel, en dat is misschien wel net zo erg, als zo'n klant op een gegeven moment op de call wordt genomen, dat hij zich omkeert naar jou en zegt van ja, jij bent toch de data-expert. Jullie wisten toch allemaal precies hoe het moest met je ISO-certificering en je dubbel uitgevoerde datacenter en je encryptie en al dat soort dingen. En nu krijg ik toch te horen dat omdat bij ons iedereen vanuit België in de Nederlandse HR-database kan gaan zitten kijken, krijgen wij ineens een boete van 2 toezichthouders. En die gaan gewoon de leveranciers aansprakelijk stellen. Nou, het is een beetje, dat moet je met een korrel zout nemen, want zoals ik al zei, ik denk niet dat het boetes gaat regenen vanaf 2018. Maar het is wel de discussie die we krijgen. Nou, wat doen wij daar als... Hoeveel tijd heb ik nog wel? Tijd. Oké. Nou, dat is mooi. De meer praktische benadering die wij vaak kiezen, die wij vaak moeten doen als advocaten, is dus als er ellende ontstaat, ja, hoe ga je daarmee om? Of als je denkt, misschien krijgen we in de toekomst ellende. En juristen zitten heel vaak in deze hoek. Vooral als ze uit Amerika komen, dan denken ze van ja, als we nou gewoon alles wegschrijven en we doen met vrijwaringen en dat soort dingen, we doen algemene formulieren, dan zorgen we gewoon dat we zeggen dat er nergens een sprake voor zijn en als we een claim krijgen, moeten we hem kunnen doorzetten aan onze businesspartner. Ja, dat gaat gewoon, dat werkt nu al niet en dat werkt straks al helemaal niet meer. Want ten eerste zijn de toezichthouders veel te geïnteresseerd om naar de partij te gaan die daadwerkelijk aan het touwtje trekt. En ten tweede, als er echt ellende is en het is een andere partij, bijvoorbeeld de klant van de cloud dienstverlener of noem maar wat, en die komt zwaar in de problemen, dan gaat de Nederlandse rechter die ook in bescherming nemen. Dus die gaat dan ook zeggen, ja, het is leuk dat je dat in je contract hebt staan, maar dat kan bij ons gewoon niet zo zijn dat jij dan als dienstverlenende expert bent, maar dat je vervolgens je omdraait en zegt, ik heb al mijn schade uitgesloten, terwijl het eigenlijk in jouw echte domein van verantwoordelijkheid bestaat. Ik zeg niet dat dat makkelijk is, maar dat is wel de situatie die je dan uiteindelijk krijgt. Dus ja, nou, wat kan je nog meer doen? Je kunt ook gewoon voorkomen dat je die risicovolle activiteiten doet. Dat is vaak in het zakenleven best heel lastig. Zeker in een tijd waarin er nog niet heel hard wordt nageleefd, zijn de meeste bedrijven kijken vooral, die gaan niet naar een jurist vragen van hoe moet het. Die gaan eerst kijken en zeggen, ja, mijn concurrent die, mijn links en mijn concurrent rechts doen het ook. Dus waarom zou ik het nou niet doen? Ja, dat is natuurlijk best een waarheid. Daar kan ik soms als jurist van in verdediging worden gedrongen. Maar ja, het is een totaal legitiem perspectief. En sommige dingen, ik bedoel ja, we wisten allemaal, alle juristen van de wereld ongeveer, wisten dat het niet toegestaan was om zomaar boeken te gaan zitten scannen. En die vervolgens op het internet te gaan ontsluiten. Maar Google ging het gewoon doen. En ontzettend veel mensen vonden het hartstikke leuk. Dus dat is, je kunt niet alleen maar alles niet doen wat een risico oplevert. Ja, en het derde tooltje wat je erin hebt, dat zijn de instrumenten die je kunt doen om je risico te beperken. En een van de dingen die daar belangrijk bij is, en daar is precies de... Daar komt precies de kennis en kunde van de information managers, die gaat daar gecapitaliseerd worden, dat is het kunnen aantonen. En mijn belastingcollega's, die fiscalisten, die zeggen ook altijd van ja, bij ons kan een belastingwet in 6 weken veranderen. Want dan gebeurt er ineens wat en dan wordt er een nieuwe regel ingevoerd. En dan is er vaak ook nog helemaal niet duidelijk hoe dat precies werkt. En wat doen we dan? We gaan gewoon goed over nadenken.
En dan schrijven we ons standpunt op. En dan onderbouwen we dat. En dan leggen we het uit. En dan gaan we daarmee naar de Belastingdienst en dan zeggen we, wat denken jullie hiervan? Is dit compliant? En dat is wat wij ook moeten gaan doen. Dus als je niet precies weet hoe het zit, omdat er guidance is van een jurist die heel erg van de wetgever, waarin alleen maar voorbeelden staan waarvan je weet, ja, dat snap ik zelf ook wel dat dat niet mag. En de dingen die helemaal wel mogen, maar je wil in dat grijs gebied wat gaan doen, dan kan je ook zeggen, nou, wij hebben deze oplossing gekozen. Wij hebben gekozen voor dataminimalisatie en daardoor denken we dat we sneller deze gegevens wel mogen gebruiken. We hebben gezorgd dat ze op deze manier hebben gezorgd. Door deze instrumenten kunnen we zorgen dat je echt op een need-to-know toegang hebt tot bepaalde gegevens. Dat hebben we op deze manier ingericht. Dat moet je ook in een leuke showcase moet je dat bij elkaar hebben. Als je in de online business zit, moet je al die stappen moet je gewoon gaan vastleggen. Een filmpje maken of screenshots of wat dan ook. Maar om te zorgen dat je later maar kan uitleggen hoe het werkt. Als je zegt, ja, ik heb toestemming gevraagd. Ja, ga maar een half jaar geleden aantonen dat ik van Jos toestemming heb gekregen. Het enige wat er in mijn systeem staat, dat er ergens een vinkje is waar ik uit afleid dat ik toestemming heb gegeven. Maar als ik het een kritische toezichthouder moet aantonen, wordt het een stuk moeilijker. Dus ik denk dat dat een van de dingen is waar jullie vakgebied juist gaat helpen voor waar het samen, de information managers en de juristen samen moeten gaan kijken van hoe rij je dat gat dicht. Dat is een ander gat tussen de grote bedrijven en de kleine burger. Maar dat is gewoon puur in de praktijk brengen van die hoogover juridische principes. Op een manier dat je het later, als iemand je uitlegt, is iemand je challenge, dat je gewoon kan uitleggen waarom we deze keuze hebben gemaakt. En als een toezichthouder dan oneens is met je keus, dan heb je een veel lager risico op een boetes dan als je gewoon helemaal niks hebt. Misschien zelfs wel een lager risico dan als je niks hebt en het relatief veilig hebt gedaan. Je kunt beter nog een iets agressievere koers hebben en het heel goed onderbouwd hebben. Maar dan ben je ook in staat om het bij te stellen op het moment dat je kritiek hebt gekregen. Dat was het voor dit moment. Ik heb nog een paar minuten over als het goed is om nog eventuele vragen van jullie te adresseren. Ik heb er gelukkig al een paar gehad. Ja. Ik vraag mij af waarom als ik een belastingaangifte onderteken in mijn naam, hè, want je had het net over fiscalisten, dan ben ik geadviseerd door allerlei experts en ik geloof die. En dan zet ik mijn handtekening en dan blijkt er achteraf toch dat het allemaal niet goed is gegaan. En dan zegt de toezichthouder ook over dat verhaal van ja, sorry meneer Janssens, maar jij bent toch degene die hier de rekening betaalt. Waarom wordt er nou zo anders gedacht over de data die uiteindelijk ook met één verantwoordelijke waar één partij voor tekent? Waarom wordt daar nou zo spastisch over gedaan dat er ICT-deskundigen, dat die dan in één keer mede verantwoordelijk worden? Ik denk dat het dus ook niet hoeft. Ik vind het een hele goede vraag. Wat ik gewoon vaak zie is dat je kunt geen belastingdeskundige zover krijgen om jouw belastingopgave te doen zonder dat er duidelijk goed is vastgelegd. Dat die belastinginspecteur of die belastingadviseur heeft gezegd van luister, het zijn jouw gegevens. Ik heb bepaalde keuzes gemaakt, de Belastingdienst kan het niet met me eens zijn, et cetera, et cetera. Maar ik heb tientallen offertes en pits en proposals van IT-bedrijven gezien waar ik helemaal niets van dat soort teksten zie. Wel allemaal, of van ja, als het te laat is, dan is de deadlines zijn nooit vertaald en allemaal andere. En als je ze gebruikt hebt, dan is het geaccepteerd en allemaal andere toestanden. Maar dus ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Mijn waarschuwing naar de dienstverleners is dus vooral, kijk naar die belastingadviseur en zorg dat je op diezelfde manier ook je gebruiker gewoon informeert en zegt waar jouw professionele grenzen ophouden. En als je niks zegt en zomaar een prachtig voorgeconfigureerd systeem uitrolt, ja, dan vind ik het niet gek dat je het op je broek krijgt. Dus die informatiemanager wordt steeds belangrijker? Exact, ja. Dus die informatiemanager wordt steeds belangrijker, wat is de conclusie? We hebben nog tijd voor één vraag. Niet allemaal tegelijk, maar goed, dat is ook helemaal niet erg. Ik vond het in ieder geval zelf wel goed om te horen, om een beeld van de juristen te krijgen. Normaal hebben we altijd onze eigen vakbroeders en zusters die er veel van vertellen. Maar nu ook een keer vanuit de jurist, dus waarvoor hartelijk dank, Wouter. Dank je wel. En uiteraard.